40 minuten. Maar een van de consequenties van de nieuwe website is dat de ledenadministratie was verweven met de website. En dat staat er nu los van. Jij noemde het verweest in je abstract. Jan Sepp is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een vernieuwde ledenadministratie. Of de open source mogelijkheden en of dat het wellicht weer een homegrown solution moet worden. Die dan open source zou kunnen zijn. Precies. En je wilt het, het praatje is ook, heeft ook als doel een gezonde discussie hierover te starten. Zeker. Hartstikke goed. Dankjewel. Ja. Oké. Mooi. Mijn naam is Jan Sepp en ik doe op dit moment het bureau van de NLUG. Dit is zaaltje Navelstaren, al mijn NLUG-onderwerpjes. Dat is het een beetje. Ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde als jullie twee hadden. Misschien moeten we toch eens kijken naar iets nieuws. Dus dat is een beetje de insteek. En het is een heel ander verhaal dan je de rest van de dag zal horen. Want je krijgt natuurlijk altijd prachtige verhalen over hoe een project gelopen heeft en hoe mooi het voltooid is en weet ik wat allemaal. Ik sta helemaal aan het begin. Ik heb echt, hier staan mijn twijfels. Ik kom over een half jaar wel eens terug en zeg, we staan nu hier. En over een jaar van, misschien ook niet hoor, als niemand het horen wil, maar dat is de grote lijn. Dus even iets over mezelf. Ik ben geboren in het jaar van de watersnood, dus ik ben ongeveer halverwege mijn leven nu. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Dat is een raar vak in dit verband. Maar ik ben van de generatie dat als je tot 10 kon tellen zonder je vingers te gebruiken, dan was je informaticus. En ik had het stomme toeval, erelid, hè? Ik had het stomme toeval dat ik terecht kwam. Ik studeerde aan de VU. En informatica was mijn, of computers was mijn hobby, niks informatica. En doet aan de bam. Dat was natuurlijk heel inspirerend. En dat heeft mij in de Unix-wereld getrokken. En daar ben ik nooit meer uitgekomen. En mijn eerste werkgever, heel geestig, ik was dus afgestudeerd historicus. En ik solliciteerde op een baan als leraar in Emmen, onder andere. En ik kreeg een keurig briefje terug van u met een van de 65. Ja, dat schiet dus niet op. En tegenover de VU waar ik studeerde, daar zat NCR. En ik dacht, nou dan ga ik daar eens solliciteren. Over 2 weken beginnen. Dus ik ben uit die geschiedenis gegaan en in de informatica gerold. Ondertussen is dat weer andersom, maar dat komt zo wel. En NCR, ik denk dat iedereen de afkorting kent, National Cash Register. En je kent het misschien van geldautomaten. Maar wat niemand weet, dat is een goed bewaard geheim, is dat NCR de eerste was die een commerciële lijn op Unix gebaseerde machines uitbracht. De Motorola-processoren, de Tower 1632. Wereldberoemd in zijn tijd, en er zijn er misschien wel 50 van verkocht. Maar dat was wel echt een specifieke Unix-lijn. Dat was hartstikke leuk. System 3 versie 7, als ik me niet vergis. Later werd het System 5 versie 4. En ja, ze zijn natuurlijk later helemaal uit de markt geblazen door Sun en HP en AIX en weet ik wat allemaal. Zij waren wel de eerste. En op een gegeven moment had ik daar NCR werd overgenomen door AT&T. En NCR was een grappig bedrijf. Dat was heel erg stakeholder gericht. Je ziet het woord nog wel eens. En toen werden ze overgenomen door AT&T. En als er nou iets echt keihard aandeelhouderskapitalisme is, ik hoop niet dat ik iemand beledig, dan is het AT&T. Dus daar was ik snel weg. En toen ben ik na wat ontzervingen voor mezelf begonnen. Verkeerde knop. Toen ben ik voor mezelf begonnen. En wat ik deed was consultancy. Veel opleiding, want ik vind gewoon praten leuk. En mijn voornaamste klanten, dat waren Sun Microsystems en HP, tegenwoordig HPE. Voor meer bedrijven gewerkt, maar dat was het. En geen erelid, maar toch een kop erbij. Drees. Want ik ben 5 jaar geleden gestopt. En ik werk nu niet meer, of ik verdien niet meer. Maar ik krijg geld van de overheid. Dat is prachtig. Dat is de bovenkant, dat is mijn professionele carrière. Onderkant is ook relevant. Ik ben
In mijn studietijd was ik schipper op een tjalk. En daarna heb ik gevaren met zo'n beetje alles wat ik... Ik heb papieren voor alles, tot en met 23 meter mag ik varen. En daarna houdt het op. En ik kwam eigenlijk vanuit die belangstelling kwam ik terecht bij het historisch bedrijfsvaartuig. De landelijke vereniging tot behoud van het historisch bedrijfsvaartuig. En wie dat in één keer kan zeggen, die krijgt een prijsje. En die zochten een ledenadministrator. En ik deed IT, dus dat moest ik zijn. Dat kon niet anders. Toen hebben we een jaar gewerkt met Davy Club. Nou, ik kan je iets vertellen. Je wil geen Davy Club voor je ledenadministratie. En toen ben ik echt in armoede zelf gaan zitten krassen. Ik was daar toch in dat land was ik één oog. Dus wie merkte dat het niet klopte? Dat was, ik moet zeggen, ik heb daar best een mooi ledenadministratiepakket gemaakt. Helemaal op het lijf geschreven van die club. En er kwam een nieuwe penningmeester en die zei van... Nee, daar zit geen financiële module in, weg ermee. Dat steekt nog steeds. En van daaruit ben ik terechtgekomen bij de Stichting Scheepshistorisch Onderzoek. Toch weer mijn oude studie opgepakt. En die zitten bovenop de liggers van de scheepsmetingsdienst. Nou weet je nog niks. Maar je kunt je voorstellen, vrachtschepen moeten gemeten worden... om te kijken of het eerlijk is of niet allemaal. En daar zijn papieren archieven van sinds 1893 tot... sinds 1899 tot en met 1983. En daar zijn een aantal enthousiaste hobbyisten... zijn die archieven gewoon echt gaan zitten overkrassen... digitaliseren in spreadsheets... Nou, dat was handig. En toen heb ik dus op een gegeven moment kwam ik op die spreadsheets terecht. En die heb ik toen eigenlijk gewoon uitgegrept en in een database gezet. En dat ben ik. Dus van daaruit leerde ik ook. Pas op, hè, ik ben een beheerder, ik ben geen programmeur. Maar van daaruit leerde ik dus PHP en MySQL natuurlijk in eerste instantie. En ik ben daar nu redelijk in thuis. En wat ik vergeten ben is dat, nee, heb ik al gezegd, 10 jaar lang de ledenadministratie van het historisch bedrijfsvaartuig gedaan. Dus toen Mark midden vorig jaar aankondigde dat hij ermee wil stoppen, stak ik mijn vinger op en ik was hem. Dus, en daarmee zijn we op die ledenadministratie aan het, en ik wil, deze regel wil ik wel even benadrukken, dat we hebben geen haast, het werkt. Dat is heel belangrijk, alleen ja, eigenlijk precies hetzelfde als met de website. Het begint langzamerhand te verouderen. En dat mag ook wel, want het is 15 jaar geleden geschreven door weer een erelid. Hij zit hier in de zaal. Mark Overweer. Het is goed bruikbaar. Laat ik daarmee beginnen. En Mark is een pearlmonger. Nou weet ik niet of jullie wel eens die lui in het wild tegengekomen zijn. Maar... Ja, dat zijn toch wel de commando's onder de DevOps, hoor. Weet je wel, van vooruit jongens, we struinen even door dat mijnenveld. En dat doen pearlmongers met software. En helaas... dat valt wel mee. Maar Mark heeft het één stapje moeilijker gemaakt. Hij heeft dat geschreven in object-oriented Perl. En zie je daar het boek, dat is het definiërend boek over object-oriented. Zo staat die man erbij. En, ik ook. Ik ook, ja. Ja, precies. Ja, dat bedoel ik. En ja, nee, ik zit daar geintjes over te maken, maar... Ja, het is software, 12 jaar geleden, is in 6 weken tijd geschreven. There you are. Ja. En dat zie je dus ook. Je hebt een deel is command line, een deel is web-based. En je zult daar de structuur van de oude website in herkennen. En dat hebben jullie twee dat keurig netjes... in stand gehouden. Dus vandaar dat ik zeg, we kunnen nog jaren voort. En wederom, hè, dit is een hele prettige, want hij past de NLUG als een handschoen. En dat alles wat wij willen, zit erin. Dus we hebben helemaal geen haast. We hebben wel heel veel legacy data, met name, die we meesjouwen. Echt, ik kan 15 jaar terugkijken naar bedrijven die al lang niet meer bestaan. Gelukkig geen mensen, maar wel bedrijven die al lang niet meer bestaan. En zeggen we, nou, die zijn kennelijk ooit bedrijfssponsor geweest. Dus daar moet je een beetje mee oppassen. En Mark deed het, hè? Letterlijk. Toen ik het overnam, zei hij van, nee, is helemaal niet moeilijk, joh. Self-documenting.
Nou, niet voor het niet promoten misschien. En wat denk ik het belangrijkste is, het was geïntegreerd in de website. Ja. Als je geen Latijn spreekt. Dus niet. Het was geïntegreerd in de website. En ja, zo langzamerhand moeten we toch misschien wel opnieuw integreren in de website, maar dan in de nieuwe website. Maar wat er dus, wat ik al zei, van ja, past als een handschoen. Dus onze AOV is onze voor een najaarsconferentie, facturering, betalingen, herhalingen. Ik zal niet helemaal zeggen een druk op de knop, maar veel scheelt het niet. Ik heb er niet heel veel werk aan. Dus alle data zijn geïntegreerd als objecten, dus object-oriented. En wat Mark denk ik niet eens zelf weet, maar hij heeft een hele verdienstelijke poging gedaan, of een geslaagde poging gedaan, om een NoSQL-database te creëren. Alleen in zijn eigen taaltje, waar ik niet mee om kan gaan. Ik ben echt een MySQL-mannetje. Dus ik heb daar nog steeds grote moeite mee om dingen toe te voegen met name. En verder is de club natuurlijk niet helemaal normaal. Wij kennen leden, hè, personen. Nee, ik moet anders beginnen. Ooit is de NLUWG opgericht als een vereniging van bedrijven. Vervolgens mocht je bij de gratie God mocht je persoonlijk lid worden. En zo langzamerhand zeggen we, ja, we zijn een ledenvereniging. En leden kunnen op twee manieren kunnen ze lid worden. Je kunt persoonlijk lid worden. Of, als je wat slimmer bent, dan zeg je van, nou, laat mijn baas betalen. En dat moedigen we ook graag aan. En we hebben dus verschillende bedrijfsregelingen. Nou, alleen al dat woord bedrijfsregeling, dat is zo verschrikkelijk verwarrend. Die bedrijfsregeling is nou niet alleen voor bedrijven, maar die is er voor organisaties. Zegt dan organisatieregeling? Nou goed, vooruit. Dus ook voor universiteiten, ook voor hogescholen, ook voor, nou, noem maar op. Die term is net geïntroduceerd bij de vorige AOV. Ja, was ik niet bij. Het grappige is dat het woord donateurs is dus in deze organisatie een vies woord. Behalve dat die bedrijfsregeling, die hebben we in smaken D1 tot en met DP. Waar staat ideeën in helemaal zo voor? Maar goed, dat ging niet voor donateurs kennelijk. Ik ben aan het zieken, maar je begrijpt wat ik bedoel. En we hebben dus verschillende soorten leden. We hebben iedereen, jullie zijn allemaal lid. Nou, er zijn een paar introducties bij. Maar de meeste mensen zijn lid. En je bent dus of lid afgevaardigd door een bedrijf, of lid op persoonlijke titel. Maar verder zijn al je rechten en misschien plichten zijn precies hetzelfde. Dus dat maakt niet zo geweldig uit. Dus mensen, lid, student, lid, nog één of twee categorieën. En dan dus vervolgens die bedrijven, die niet-donateurs. En daar hoeveel leden mag je afvaardigen. En de lol is natuurlijk dat daar een beetje een incentive ook moet zitten voor het bedrijf zelf. Dus naarmate je hoger in die D-categorieën gaat, mag je meer mensen afvaardigen. Dat is sowieso logisch, je betaalt ook meer. Maar mag je ook meer, krijg je meer mensen die je mag inschrijven als lid, waar je niet voor betaalt. Dus met andere woorden, als je D2, dan betaal je evenveel als twee persoonlijke leden zouden doen. En je mag drie mensen afvaardigen. Dat is het idee. Dat is, hebben we. Leden mogen dus zichzelf inschrijven of ze vallen onder een bedrijfsregeling. En als je daar even doorheen prikt, is het helemaal niet zo'n verschrikkelijk probleem. Want wat we hebben is leden. En heel veel leden, ik toevallig niet meer mijn pensioen, maar heel veel leden die werken bij een bedrijf, works for company. En dan komt er een extra veld, company pays. Nou, als je dat in een database zet, zeg je gewoon van, ik wil alle mensen hebben waarvoor company pays en wat is de company die erbij hoort. En moeilijker dan dat wordt het niet. Sterker nog raarder, wij hebben geen donateurs. Als je op de markt gaat kijken naar software voor verenigingen en stichtingen, ja, dan hebben ze natuurlijk allemaal donateurs. Dat willen ze heel graag hebben. Maar goed, wat je niet hebt, dat zijn velden die je openlaat als je iets invult. Hier heb ik me vanaf gemaakt. En eerlijk gezegd ook omdat ik nog bezig ben met inventariseren. Maar moet alles kunnen wat de huidige applicatie kan. Nou, dank je, Mark. Ik heb mijn functionele specs niet waar. Iets meer dan dat, hoor. Wat meer niveaus van privileges. Je hebt bijvoorbeeld bij die bedrijfsregelingen heb je in de bedrijfsregeling heb je
administratieve niet-leden. Mensen die wel in het bedrijf werken, die zorgen voor het inschrijven en weet ik wel, van de leden uit dat bedrijf, maar zelf niet komen en administratief zijn. Die hebben geen inzicht op dit moment in wat er binnen hun bedrijf aan mensen gezet wordt, waar welke mensen naar conferenties komen, et cetera. Ja. Hoezo? Die kunnen inloggen. Lid type A. Oké, okay, nou, daar gaan we zo over praten. Ik krijg regelmatig. Ik krijg regelmatig. Dom het niet. Dus dat is er gewoon. Ja, oké. Okay. En inzichtelijker ook in zoverre dat er een aantal mensen. Plotseling zie ik zo rond deze conferenties. Zie ik nieuwe leden opduiken. Die, waarvan ik niet weet hoe ze ingeschreven zijn. Hè, Koen? Dus. Ik wil veel meer inzicht hebben wie welke privileges heeft. Zo langzamerhand moeten we af van die text-only mailings. Moeten we eens een keertje gaan nadenken over HTML-mailings. Wat ik heel graag wil is ad hoc verbanden leggen. Dus met andere woorden, penningmeester vroeg mij 2 maanden geleden van, kun jij voor mij uitdraaien welke leden de afgelopen 2 jaar niet betaald hebben, of dat nou leden zijn die via een bedrijf zijn ingeschreven of rechtstreeks hebben ingeschreven, die niet betaald hebben en wel naar conferenties gekomen zijn. Ja, dat kan ik, maar dat kost me een avond. Terwijl dat. Nee, daar niet voor. Ik heb zelf de donateurs zitten schrijven, jongen. Maar goed, dat. Er zijn dat soort ad hoc dingen waarvan je zegt van ja, dat is met een SQL-database is dat een eenvoudige query. En nu moet ik daar object-oriented PUL voor leren. Op de pagina voor administratie van facturen kun je misschien betaald. Ja, maar zijn ze ook naar. Ja, precies. Ja, nee, ik kan het zien, maar nou wil ik het uitdraaien. Dat is het punt. Maar dat doen we straks. Maar ik dat. Nee, maar ik wil de helpdesk niet iedere keer moeten lasten van het. En weer ere wie ere toekomst. Daar zit een toekomst. Daar zit een betalingsmodule in en die integreert direct met Ideal en met wat is het, CISO en weet ik het allemaal. Dat soort bedrijven. En dat is geschreven door een van onze eigen leden. En dat is zo goed dat dat gewoon in de Perlmongers website staat. Dus als je iets met Nederlands betalingsverkeer wil, dan kom je daar op uit. En ons lid zit daar natuurlijk, die dat geschreven heeft. En er gaat vervolgens verschrikkelijk veel veranderen, juist in dat betalingsverkeer. Dat European Payments Initiative. Ideal wordt Wero, het is maar dat je het weet. Dat. Private labels, dus als Google Pay, Apple Pay, noem maar op. Dat zit allemaal op ons af te komen. En ik hou mijn hart vast hoe dat geïntegreerd moet worden. Non-functional, dit is een flauwe hoor, maar moet wel weer 15 jaar mee kunnen. Dus ook als we ooit beslissen, en ik hoor voortdurend, ik loop hier 9 jaar, ik ben lang lid geweest in de jaren 90 en 0, toen de hele tijd niet. En nu ben ik wel 1,5 jaar lid. En ik hoor ieder bestuurslid praten over verandering van de structuur. Gelukkig zegt iedereen voorlopig iets anders. Dus dat duurt nog even voordat dat. maar als die structuur verandert, moeten we mee kunnen. Dat, loskoppen van ontwikkelingen, ja, dat vind ik toch wel een belangrijke. Dat, je moet nu inderdaad, en ik maak er geintjes over, maar je moet vrij diep in de code duiken als je wat wilt toevoegen. Ik was als een devop, ruim voordat het woord werd uitgevonden. Ik heb nooit gehuddeld en weet ik het allemaal. Maar wij allemaal, ja, we zijn, meeste van ons zullen beheerders zijn. En wat we doen is dat we zelf onze eigen script schrijven. Dan ben je een devop niet meer. Maar wat ik niet wil, is dat ik heel diep in die software moet duiken. Gewoon om ledenadministratie te kunnen doen. Maar ik kon dat helemaal. Ik kan dat half. Straks komt er iemand die het over wil nemen en zegt, nee, dat kan ik niet. Ja, dan zitten we vast. Dus je wil dat los kunnen koppelen. Je wil gewoon zeggen van nou, gewoon de klassieke ledenadministrateur is iemand met een brilletje op van 70 jaar die dat gewoon netjes bijhoudt. En zo langzamerhand denk ik ook dat we moeten hebben. We hebben. In feite bestaat die software nu uit 3 dingen. Ik heb al genoemd de command line en de web user interface. En er is nog een derde, een enorme library aan Perl modules. Die,
Misschien iets gestructureerder hadden kunnen zijn. Gelukkig zijn ze self-documenting, maar dan nog. Dat zijn er 10 objecten. Yes. Hoe responsief wil je dit hebben? Wil je die ledenadministratie kunnen doen vanaf een telefoontje? Ik geloof er helemaal geen reet van. Maar je wil het wel in ieder geval van een tablet kunnen doen. Ik zie al dat de volgende conferentie, die valt midden in mijn vakantie. Ik zou je een geheimtje verklappen. Ik ga niet mijn vakantie daarvoor veranderen. Dus ik moet dat op de een of andere manier regelen. Dat kan dat. En die ad hoc verbanden. Ik wil directe queries kunnen maken in de database. Iets dat mensen vragen, iets dat eenmalig is. Ik moet daar niet voor gaan zitten scripten, weet ik het allemaal. Ik wil dat gewoon snel kunnen uitzoeken. En ja, dit is flauw hoor, maar wat ik hier doe is dat dit is de bestaande sign-in. En dit is wat je zou kunnen maken. Dit is overigens iets heel anders. Ik heb dit gemaakt voor de S2HO. En het enige wat ik even hoefde te doen was het logo veranderen. En dit is cruciaal. Ik gebruik LastPass. En die herkent deze interface. En die herkent niet. Het is maar heel flauw. Die herkent niet deze interface. Ja, maar dat soort dingen, dat zijn toch waar je naartoe wil werken. Dat, right. Dit plaatje kennen we, hè? Dat, ja. Maar mag ik jou vast, want je gaat heel mooi plan maken straks. Maar ik wil je wel aanbieden dat die YAML-foutjes die nou in een directory staan, ja, dat ik die in een database stop voor je. Graag. En ja, dan schrijf ik die paar regels. Ja. Dat is toch geen argument. Mark, sowieso voor de opname is het handiger als het in de microfoon wordt gezegd. Ja, Mark. Ik kan ook jou de microfoon geven. Nee. Dit plaatje kennen we. Ik weet niet, jullie zijn allemaal oud genoeg om de grap te kennen, hè, over Unix en uien. Moet ik die herhalen? Dat is een leeftijdsverschil tussen ons. Niet veel, maar wat, okay, ja. Wat is de overeenkomst tussen Unix en een ui? Ze zijn allebei opgebouwd in schillen. En naarmate je er meer schillen van afhaalt, ga je harder huilen. Dat was het klassieke grapje. Maar goed, we dwalen af. En ik kon dat plaatje prima gebruiken. Want als je naar zo'n een willekeurige ledenadministratie. En pas op, ik ga praat toe naar make or buy. Maar doet er niet toe of je make or buy. Dit is gewoon een kilometer hoog. En wat je dan zegt is, wat moet de ledenadministratie minimaal kunnen? En uiteindelijk heb ik 5 schillen. Dus ik heb mijn kern. Het is wel erg prettig als je je persoons- en bedrijfsgegevens kan opslaan. En meteen op dat niveau, en ik heb daar nog helemaal niet zo'n heel erg idee bij, wil ik ook mijn beveiliging hebben. Dat wil je heel graag tegenwoordig, dat bij elkaar zit. En dan denk ik ook nog dat, en zeker als we gaan open source, hè, dat is natuurlijk leuk. Als wij zeggen, we maken zelf iets en dat willen we uitbrengen als open source, ja, dan weet je gewoon dat deze schil moet daar ook in zitten. Hè, dat is duidelijk. Dat, alle mogelijke soorten, wat bedoel ik met alle mogelijke postadressen, e-mailadressen, social media, noem maar nog eens 1 of 2, hè, die moeten er allemaal in zitten. En per persoon moet je er ook nog meer kunnen opslaan. Dat, financieel en de koppeling met die boekhouding. Nou, nogmaals, hier moeten we heel erg naar kijken. Dat geven we op als we van Marx's software afstappen. Airbag is een veel te groot woord hoor, role-based access control. Maar je wil dus iets hebben met standaard rollen. En de voorzitter mag dit, Debbie mag dat, de ledenadministratie mag zus, een gewoon lid mag zo. Dat is wat ik standaard rollen noem. Dan denk ik nog steeds, in het algemeen, events, werkgroepen, certificaatbeheer, dat soort dingen, ja. Nou, misschien een kleine toevoeging. Wil je dat ik de microfoon gebruik? Je kan hem ook herhalen. Ja. Ja. Okay. Ja. Een kleine toevoeging is dat, jij zegt donateurs is bedrijfsregeling. We hebben heel bewust in de statutenwijziging gezegd, nee, we maken daar bedrijfsregeling van, want je wilt ook ouderwets donateurs hebben. Ja. Die geen leden afvragen. Oké. Oh, kijk eens. Ja. Iedere maand een ton korten. Ja. Oh, prachtig, ja. Moet ik de vraag herhalen of heeft iedereen hem gehoord? Ja, wel herhalen. Voor de opname. Ja, oké. Jongens, maakt niet uit. De vraag was van, we willen niet alleen die bedrijfsregeling hebben, maar we hebben wel degelijk ook nagedacht over dat we donateurs willen hebben.
Zodat we die eventueel kunnen toevoegen. En Ronnie ziet ze een ton storten. Dat Dream On. Per maand was dat, ja. Oké, dankjewel trouwens. Derde schil. Ja, nou, zo langzamerhand komen we dingen waarvan je zegt van, nou, moet dat erin of niet? Maar hè, dat, die eerste slide was zeker... Zeker allemaal dat zelfverdiend door je leden, rapportage, gewoon jaarrapporten, dat soort dingen. Dat, standaard brieven, dat zit er nu ook in en dat is heel prettig. Gewoon, in mijn tijd noemde je dat boilerplate, tegenwoordig heet dat mailmerge. Dat je gewoon zegt, van, nee, ik heb een brief, ik heb adresvelden, boem, aan het werk. Dat wil je zeker niet. Standaard protocollen zitten er helemaal niet in en ik vraag me af of het er werkelijk in moet. Maar wat ik daarmee bedoel is, bij een data breach. Als je dan moet gaan nadenken van wat gaan we doen, ben je te laat. Of als, dan ga je gewoon niet, als de penningmeester er met de kast vandoor gaat. He, wat moeten we doen? Wat moeten we tegen de per, et cetera. He, dus dat soort dingen wil je ergens in je vereniging opgeslagen hebben. En misschien is dat wel de ledenadministratie, misschien niet. En zo langzamerhand komen we daar. Vrijwilligersmanagement. We zijn een dermate kleine club. Dat we ongeveer allemaal wel weten van elkaar wat we doen. Maar als dat ooit gaat groeien. Die LVBHB, dat was 1600 leden. Dat was toch een andere orde van grootte. En daarvoor had je zo af en toe gewoon een vrijwilliger. Dat was wel verdomd pijnlijk hoor. En dan de vierde schil. Ja, zo kan ik een tijdje doorgaan natuurlijk. Maar er moet ergens een exportfunctie in zitten. Je wil niet jezelf in een vendor lock-in zetten. Ben je dat mee eens? Oh, wacht even. Ik was niet alleen bezig met de specs voor onszelf. Maar ik was ook bezig met de specs waar een pakket aan moet voldoen. Dus wat inkopen. Dus zeker geen vendor lock-in. Je moet kunnen exporteren en importeren. We willen kunnen archiveren, kunnen nieuwsbrieven versturen. Noem maar op. Dat zijn een beetje de dingen die we willen. En dan zitten we met dus de klassieke make or buy. Ik heb hier van alles en nog wat staan. En eerlijk gezegd is dit een beetje een index slide hoor. Dat als jullie zeggen van, ja maar ik werk bij dat en dat bedrijf en die staat er niet op. Ja, dan heb ik... Ik heb gegoogeld op... ik heb gegoogeld op lidmaatschaps... verenigingssoftware en op membership software. 40.000 hits, zoiets. Dan doe je er open source bij. Nou, dat roepen ze allemaal van zichzelf. Dan moet je dus echt op de website gaan kijken om te zien dat het geen open source is. Dus ik denk dat ik niet alles gehad heb. Daar zitten een paar hele grote. Hier heb je nooit van gehoord. Is in Amerika veruit de grootste. Geen open source natuurlijk. En er zijn een paar aardige tussen. Dit is in Nederland een grote. En hier is mijn watersportachtergrond weer. Maar eCaptain was oorspronkelijk inderdaad voor watersportverenigingen. En die hebben voor van alles en nog wat uitgebreid. Geen open source. Hoe belangrijk is open source voor ons? Nou, ik denk dat we voorlopig hebben. Ja? Zou je ook nu kunnen kijken naar gewoon standaard CRM-oplossingen? Die zijn er binnen. Ja. Maar daar kom ik zo even op. De vraag is, kun je kijken naar standaard CRM-oplossingen? Het punt is dat al dat soort pakketten, die hebben een website aan boord. Nou, die hoeven we nou juist niet te hebben. En dat geldt ook een beetje, maar je hebt gelijk hoor. Ik ken er nog wel even die net in de hoek zit, die niet gaan. Kom maar op, je krijgt straks mijn adres, dat graag. Maar waarom moet het open source zijn? We zitten hier niet in de business van membership pakketten. We zitten hier in de business van Linux. Ja, maar we vleien onszelf wel met de gedachte dat wij een open source vereniging zijn. Open systemen, precies. Ja. Dus als er wat is, dan wil ik veel liever open source hebben. Dan als er niks is, zijn we uitgebreid. Maar voorlopig wil ik graag open source blijven houden. En dus hier zit van alles door elkaar heen. Deze kom ik zo even op terug. Maar bijvoorbeeld e-boekhouden en Visma Cash Leden. Ja, dat zijn gewoon boekhoudpakketten met een ledenadministratie. Jongens, hoe moeilijk is het om een ledenadministratie te schrijven? Sommige mensen kunnen het in 6 weken. En meneertje Visma kan het ook. Ja, precies. Ja. Nee, maar ik bedoel, het is geen rocket science hoor. Dus een hele hoop van dat soort pakketten, die hebben ook gewoon... Van die boekhoudpakketten, die hebben dat ook. Dat zijn een paar spannende... Dit is een hele mooie, totaal niet open source, totaal niet weet ik wat allemaal. En die jongens die hebben hun spullen toch goed voor elkaar, dat is de tennisbond.
Dus dat als we zelf iets gaan schrijven, ga ik daar zeker naar zitten kijken. En misschien... Dan kan ik je ook adviseren om eens bij Scouting Nederland langs te gaan. Die hebben ook een pakket van... Stamhoofd. Stamhoofd. Ja. Ja, niet stamhoofd, dat is het oude systeem. Oh, oké. Okay. Scouts online. Oké, nou ga ik ook eens kijken. Ja, prima. Ja, ja. Oké. En als ik dan zeg, het moet open source zijn, ja, dan valt er een hele hoop van al die logo's vallen er weg. En dit is een mooie, dat is oorspronkelijk Nederlands. Nederlands, en dat was het. Lidmaatschaps, bom, 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 ik ben de naam even kwijt. En dat was van de grote liefdadigheidsvereniging, Rode Kruis, Amnesty, dat soort jongens. Die hebben op een gegeven moment gezegd, nou, onze ledenadministratie, die gaan we proberen. En die hadden er zoveel tijd in gestopt dat ze dat internationaal gemaakt hebben en vervolgens geopen sourced. Te groot voor ons. Bovendien, Joomla. Dus met andere woorden, je installeert eerst Joomla en dan installeer je dit als... Ja, precies. En dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt van, nou, moet dat wel of niet? Dit is prachtig, tendentie. Dat is echt, dat is ook de enige die je gewoon forkt op GitHub en dan ga je aan het werk. De enige van allemaal. En het is Amerikaans, dus dan moet je wel op de een of andere manier zorgen dat je weer die financiële module erbij krijgt. En zo zijn er nog wat dingen dat... Ja. En reken maar niet op hulp, hè. Wij zijn een kleine vereniging. Prijzen zijn ook behoorlijk aan de hoge kant, hoor. Dus, Admedio is eigenlijk het tegenovergestelde van die MyMember. Ook weer een mooi pakket, maar waarschijnlijk te klein voor ons. Dus daar moeten we ook eens naar kijken, maar ik denk dat er niet in zit wat wij nodig hebben. En Zembership kan ik vrij makkelijk mee, ben ik vrij gauw mee klaar, want dat is dood. De laatste fork is in juni 2019 gemaakt. En er staat, ja, er komt een Zembership 2 aan. Ja. Dus, kunnen we het zelf? Ja hoor. Maar wel pas in tweede instantie. Waarom zouden we het wiel in hemelsnaam opnieuw gaan zitten uitvinden? En we hoeven het niet al te moeilijk te maken. We beginnen, ik ben van de generatie van, kijk eerst eens naar je data. De meeste van ons trouwens ook, geloof ik. Kijk eerst eens naar je data. En aan de hand daarvan maak je je programma's. Nou, die data, die krijg ik van Mark. En dat hoeft allemaal niet atomic, consistent, weet ik het allemaal. En dat hoeft niet, dat is het woord dat ik zoek, transactie georiënteerd te zijn. Als iemand zich inschrijft en dat mislukt, dan schrijft hij zich nog een keer in. Klaar. Keep it sweet and simple, alsjeblieft. Dat betekent dat we gewoon met MyISM uit de voeten kunnen. Nou, Mark heeft een keurig opkantje gegeven. Gebruik een wat algemenere taal. En dan is de vraag, hoe ver gaan we met die open source? Die schuif ik even voor hem uit tot de laatste slide. En dan zijn er een paar dingen waar ik een hart en hoofd in heb dat we dat kunnen hebben en houden. En dat is betalingsmodule. Je hebt een open source MailChimp-achtige list, weet ik veel. Maar een soort MailChimp en dan open source. La Posta, ja precies. Ja, ja, ja. Mark. De betaalmodule is heel makkelijk, want je koopt een dienst in van de betaalorganisatie. Precies, ja, ja, ja. En dat is onafhankelijk van of het deel bestaat. Ja, ja, ja. Nee, ben ik met je eens. Ja. Dus dat is geen probleem. Is geen probleem? Oké. Hou ik je aan. Dat komt bij je tegen die tijd. Ja, ja, nee, dat klopt. Ja, ja. Nou ja, maar ik zie wel dat je daar zo een module voor geschreven hebt. In 100 regels module is niks. Oké, prima. Dus, en ja, dankjewel. Dus, tijd is het probleem, niet hoe moeilijk het is. Als we het zelf zouden doen, maar nogmaals, daar hebben we helemaal nog niet voor gekozen. Eerst moeten we die pakketten eens een keertje echt gaan bekijken. Vanmiddag is een kleine overhoring, dan moet je dit uit je hoofd kennen. Maar dat, op zich, dit zijn je datastructuren. Het is helemaal niet zo moeilijk. We hebben personen, we hebben bedrijven, we hebben events. Dat zijn voor ons de kerntabellen. En dan,
Om die personen heen heb je, of om die personen in bedrijven heen heb je invoices, je hebt die standaardbrieven, je hebt participants aan events. En dan heb je hier je lijsten met verschillende adressen. Die mogen niet in de personen of de bedrijven, want een persoon of een bedrijf kan x adressen hebben. Jullie hebben allemaal ooit een cursus databaseontwerp gehad, dus dat kennen jullie allemaal. En vervolgens, het wordt steeds minder interessant, maar heb ik hier de rollen. Hier begin ik even. De member types, ja, dat staat helemaal los. De rollen. En dan de officials. De officials, dat zijn de voorzitter, de penningmeester, dat weet ik het allemaal. De mensen die in de programmacommissie zitten. Ik weet daar geen fatsoenlijk Engels woord voor, dus ik noem dat officials. En wat hebben die dan voor rol? En de authentication, de authorization, die hangt aan de rol, niet aan de persoon. Ben je met me eens? En dan de fees, dat is nu overigens ook zo hoor. Ik hoef op één plaats de nieuwe tarieven in te voeren. En vervolgens komen alle brieven de keur netjes met dat nieuwe tarief uitrollen. Op de nieuwe website. Gelukkig heeft het bestuur besloten dat... Goed nieuws, mannen. Ja, verdomd zeg. Goed nieuws... Goed nieuws, mensen. Volgend jaar geen contributieverhoging. Dus... Makkelijk voor mij. Dankjewel, Ronnie. En ik ben een beetje flauw bezig hoor. Het is die fees. En die moet je inderdaad op één plaats moeten veranderen. En dat is dat. Wat is het verschil tussen een meeting en een event? Waar zit die hier zo? Een meeting is een bestuursvergadering. Een vergadering van een programma. Daar wil je notulen van bijhouden, et cetera. Dat doen we volgens mij nu op de pc's van de verschillende bestuursleden. Nee? Oké, prima. Google. Nog. Oké, prima. Maar dat soort dingen zijn in ieder geval dingen waar je aan moet denken. En dan die templates. Die templates voor deze brieven en voor misschien wel meer. Gewoon echt templates. En zeker als we zeggen, we schrijven zelf iets en dat moet geopen sourced worden. Dan ga je dus ook krijgen dat je je webteksten in templates moet zetten. Dat vreselijke MVC-model. Ik weet niet of jullie daar ooit mee gewerkt hebben, maar... Maar dat is dan wel de consequentie. Dus, wat is het? Model View Controller. Dank je. En dat betekent dus dat je niet meer gewoon makkelijk op een pagina kunt lezen. Van hier gebeurt dit. Niks zelfdocumenting. Moet je documenteren. Nog 5 minuten. Whatever. Nee, ik zit gewoon over dingen na te denken. Wachtwoordenmanagement natuurlijk. Dit is in feite hetzelfde verhaal. Ik kom een beetje in tijdnood. Dus hier heb ik zitten nadenken over classes en methods. Dat komt toch min of meer. Ik ga uit van de data, merk ik heel sterk. En daar bouw ik wel mijn classes omheen. Ik doe deze lekker snel. En er zijn hier mijn conclusies, die geen conclusies zijn. Want ik heb nog niks. Dus de eerste vraag is inderdaad van... De allereerste vraag is van... Doen we nog een paar jaar niks? Nee, ik denk dat we nu moeten gaan beginnen. Dan kopen we tijd met rustig aan die ledenadministratie blijven gebruiken. En over nadenken over de nieuwe. Dan vervolgens eerst je requirements beter bepalen. Ik ben hierover na gaan zitten denken in maart of zo. En dan weer eens wel, dan weer eens niet. En dat moet allemaal veel, veel gestructureerder. En vervolgens ga ik eerst even hier naartoe. Ik denk dat dan de eerste keuze is van wat gaan we kopen. Als we inkopen, wat gaan we kopen? En nogmaals, ik denk dat open source moet zijn. Is er iets dat zodanig dicht op onze huid zit, dat we het kunnen aanpassen naar onze eigen vereniging? En implementeren het, als we het gaan maken. Dat is een leuke. Hoe ver gaan we? We kunnen gewoon zo, we bouwen iets. Dank je. We bouwen iets en we pleuren dat op GitHub. Zo, klaar. We hebben open source, nietwaar? En is het dan bruikbaar veranderen? Dus je zou er een community omheen moeten kunnen bouwen. Dat ik echt totaal geen idee hoeveel belangstelling daarvoor is. Maar dat zou kunnen. En uiteindelijk zou je dan kunnen uitkomen op onze leden die daar consultancy op kunnen, die dat kunnen implementeren bij andere kleine verenigingen. En ik merk nu dat ik één cruciaal ding vergeten ben bij mijn inleidende verhaal. En dat is dat wij ergens in een rare
sweet spot zitten. We zijn te klein voor de Rode Kruisen en dat weet ik allemaal. En we zijn te groot voor, laten we zeggen, de sportclubs die ook membership administratie. We zitten in een rare hoek. Dus, en ja, is er belangstelling voor qua support, qua ja, open source. Dat, oh, deze kant wil ik op. Dat was nog een keer de verkeerde kant. Zo. En ja, dat ga ik niet in mijn eentje doen. Ik zei dat ik halverwege mijn leven ben, maar misschien komt er morgen wel een tram langs. En dus je weet maar nooit. Dat, dus wie wil er meewerken? En even voor alle zekerheid, en dit klinkt heel flauw, maar ik heb dit eerder gedaan. Ik wil niet een All Chiefs and No Indians begeleidingsgroepje. Hè, gaat zo af en toe helemaal gierend mis. Dat, maar aan de andere kant, ik ben geen projectmanager. Dat, wie denkt daarmee? Dat is de vraag. Bureau@nlug.nl. Ja. Graag. Ja. Oké. Okay. Ja, vragen. Ja, dankjewel, Jan. Zo, dus ja, Mark die wil graag wat vragen. Nou, iets vragen. We hebben natuurlijk in het verleden ook gekeken of we de software moesten veranderen en of het voor anderen bruikbaar was. Dus Luc heeft toen het 5 jaar bestond uitgebreid onderzoek gedaan en gezocht. Het probleem zit een beetje in hoe wij de relatie tussen onze bedrijfsleden, heet ze nu, donateurs en de werknemers en dat soort dingen, want er zit nergens standaard in. Het grote probleem is, als je zegt van we gaan iets open source maken, is niet dat je het niet open source kunt brengen. Want die code van mij is mag sowieso open source. Ja. Maar dat je dan wensen krijgt van anderen die je moet implementeren. En ja. In mijn ervaring met andere software is op het moment dat je iets voor andere mensen gaat toestaan, dat is 80% van het werk. 80% meer, dus dat is 5 keer meer werk dan als je het alleen maar voor jezelf maakt. Maar daar kun je dus, mag ik dat even een Red Hat model op loslaten? Die verkopen open source. Nou, zo, die hebben open source. En ze verkopen de consultancy daarover, niet waar? Niet waar, maar he, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dank je. Ja. He, dus, maar dat is de reden waarom ik de huidige software nooit open source heb gemaakt. Dat is niet omdat het niet open source zou zijn, maar omdat ik geen zin heb in feature implementaties voor anderen. Heel specifiek voor wat ze hier maar hebben. Als iemand daar brood in ziet, is natuurlijk een ander verhaal. Je moet eens kijken wat die commerciële bedrijven, en niet de grootste hoor, maar ook kleintjes, aan maandelijkse fees durven te vragen. En dan nog eens een keertje 50 cent per lid of zo. Dat schiet lekker op. Dus daar zit brood in. En nogmaals, ik denk dat wij in een sweet spot zitten. Ik hoef niks te verkopen, maar dat is wel zo. Dat, dus, ja. Oké. Okay. Nog andere vragen, opmerkingen? Sowieso kunnen we allemaal aanschuiven bij de tafel waar Jan zit met de lunch natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, dat is een goeie. Ja, ja. Dus nou, dankjewel Jan. Ja, graag gedaan. Dat, leuk om te doen. Ja.